In Friesland binnen een soort bosken met esken. Met name in het noorden en zuidoosten van de provincie. 90% van de bijen worden ontaasten met een skimmel. Uiteindelijk worden ze heel dol keel. We hebben in 2010 hebben die ziekte constateerd en er was eerst nog hoop op herstel, dat de bijen nog van herstellen zoen. Alleen nog nu blijkt gewoon echt dat we nou ik zorgen dat herstel uitbloedt en dat de ingrepen gewoon noodzakelijk is. De ziekte is net zonder gevaar. Een soort van onze bosken die we recreatief broekt, lezen vaak kuierpaden trohinnen. Nou, je kan natuurlijk wel begrijpen, als een BM omvalt bij een kuierpaad, dat gevaarlijke situaties opleveren kan. Ingrijpen is noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat de esk net uit het landschap verdwijnt. Onze boswachters die binnen het bos gingen met spuitbussen, de bijen die binnen van stippen verschoond. Rode stippen betekent bijen die het voortgaan en blauwe stippen betekenen je bijen die het steen blauwen. En die blauwe stippen die ben ik wel belangrijk. De S die jaart thuis in het landschap in Friesland en we vinden het belangrijk om die 10% die dus net ontaast is door de ziekte, daar dus ik zuinig op te wijzen en ik de kans te gunnen om in de toekomst van nageslacht te zwaren, zodat die S in het Friese landschap behouden blijven.